Onze vakantie wordt mede mogelijk gemaakt door musosol.nl. Via ons kan je ook een kortingscode krijgen op je reservering van 20 euro. Check hiervoor de links onder in de beschrijving. Hey, op naar de H&M nog maar. Doe je er nooit aan. Mijn papa heeft hem afgedrinkt. Je moet niet bang zijn, please. She's mine. The girl is mine. Een nieuw 50'tje. Ik dacht, we hebben alle winkeltjes gehad. Nou, dan komt mijn sterke vrouw aan in haar schone kleed. Portugal op vakantie en we zitten alweer lekker aan ons ontbijtje. Nou jongens, het zou vandaag gaan regenen en bewolkt zijn. Ik weet niet wat er is gebeurd vannacht, maar kijk eens hoe prachtig weer het is. Mooie zon, kijk zon. Zon, wat hebben we jou gemist en fijn dat je er bent. We hebben een mooi balkonnetje ook, hè. Vandaag hebben we niks op de planning staan. Dus we gaan zo meteen lekker eventjes hier het stadje inlopen. Kijken of we leuke winkeltjes kunnen vinden. Of we leuke souvenirtjes kunnen kopen. Gewoon even lekker rondsnuffelen. Dus we pakken de tas in en we gaan lekker erop uit. Op naar de winkeltjes. Nou, het blijkt toch iets verder weg te zijn dan te lopen het winkelcentrum. Dus we zitten hier bij een gebeuren om een car te of een auto te huren. Ik ga Engels praten. Maar goed, dat is vandaag niet meer beschikbaar. En een taxi is even duur. Dus we zitten even te kijken hoe we daar gaan komen. Met de bus misschien. Met de bus misschien. Ja, dat is eventjes uitpuzzelen hoe we een winkelcentrum komen. Maar papa die weet altijd wel een oplossing. Ja, papa? Wat wil jij? Een snoepie? Ben je lief dan? Ja. Ja? Oh, jij bent ook lief. Ze weten altijd alles te vinden in de tas van mama, hè? Snoepje. Oh, kijk eens. Alsjeblieft. Nou, omdat jullie zulke lieve kindjes zijn. Nou jongens, we zijn hier toch in een taxi. We gaan toch even naar een winkelcentrum hier iets meer in de buurt. Daardoor is het dus iets minder duur om met de taxi te gaan. In plaats van 40 euro is het 5 euro of zo, zei je? Nou, dat is nog wel te doen. Als we maar winkeltjes hebben, dan maakt mij niet uit. Nou, dus we zitten in de taxi. Ik ga jullie eventjes in een gordel zetten. Dit zitten we in de taxi, Lu. Oké, we zitten in de auto. Nee. In de taxi. Nee. Wat is het? In de bus? Is het een bus? Oh, Lucilla vindt het een bus. Het is een beetje een grote auto. Vind je lekker, Lu? Ja, eigenlijk is dit een taxi. Ja, dit is een taxi. Dat heb je heel goed gezegd, jongen. Ja. Hoe lang is het filmen? Is dat Lucilla? Is dat Lucilla? Ja. Oh, hij filmt. Chuck in the water. Wow. Yesterday we walked. Wow. Je hebt een winkelcentrum. Dat moeten we hebben, Lucilla. Dat moeten we hebben. Daar is je vlechtje. Kijk. Lucilla heeft ook een vlechtje. Nou, gaat het? Oké. Kijk, we zijn er. 5.65. Nou, bijna 6 euro. Dat is toch wat van. Nou, dit is Downtown Albuvera. Vader blij, kinderen blij, dan is papa blij. Weet je wat ik leuk vind? Zo'n leuk jurkje voor Lucilla. Zo'n Portugees ballenjurkje of zo. Op naar de H&M nog maar. Nou, druifjes. En hier is de Portugese. Koe. Ik denk dat het met voetbal te maken heeft, hoor. Oké. Hey, Cristiano Ronaldo. Oké, nou, misschien scoor ik hier wel een Cristiano Ronaldo onderbroek. Wie zal dat zeggen? Shirtje, ja. Het is nu wel niet zo van voetbal is, hè? Maar... Nee. We hebben de eerste straat gehad. Hier hebben we een leuk winkeltje. Hey, als ik kijk hier onze vlogs, kijk, daar staat Farah. Huh? Leo en Lucilla, die hebben fans. Geef hem een armbandje. Muito obrigado. Wauw, Lua. Nice. See you again, okay, my friend? I'll see you again. Kissy, Sarah. Hello, Kissy. Oh, my God. Oh, see you again, my friend. Muito obrigado. Oh, my God. Lucilla, wat is dat? Een muisje. Kijk eens. Oeh, een klein muisje. Oeh, een muisje. Nou, na kilometers wandelen en zoeken.
Heeft ze dan eindelijk gevonden? Oh jongens, die droomde ik vroeger van toen ik klein kind was. Of van als ik ooit een dochter zou hebben, dan koop ik dit voor haar. En weet je wat het is? Oh, het is zo leuk. De Silla, wat heeft mama gevonden? De Silla, kijk eens. Dit is toch te snoepen. Dit is toch te leuk. Ja, maar de Silla ziet een hondje. Naar de poesjes toe en een hondje toe. Oh, wauw. Laat eens zien, wat hebben jullie gevonden? Een hondje en een poesje. En mama een jurkje. Vind je deze mooi? Nee. Nee, mama koopt er maar één voor jezelf, zegt Silla. Hey, Lucilla zegt al heel wijs, mama, ik heb al roze. Hoor je dat? Ze is net zo wijs als papa. Ik heb al roze. Wanneer trek je? Ja, je doet er nooit aan. Dus voor 12 jaar, die pas ik ook wel, toch? En dan trek je s'avonds aan, voordat je... En dan trek je zelfs aan voordat je gaat editen. Ja. Nou, dan vind ik het goed. Dan zeg ik het een deal. Ja, nee, Silla vindt dit mooi. Nee, Silla, nee. Nou, dan heb ik eigenlijk een dochter en dan wil ze hem niet aan. Nee, Silla vindt poes. Poes is mooi. Maar we zitten in de dierenwinkel. Ja, ze kunnen die niet laten. Dit vinden ze dus wel leuk, dit. Kijk! Doet hij het ook? Ja, deze kan wel een maand alleen thuis blijven. Luan, kijk dit dan. Wat weet hij dan, jongen? Weet ik niet. Luan. Nou, we zijn in de dierenwinkel. Papa heeft hem afgedwingd voor 30 euro. We hebben voor 25 euro. Twee huisdieren. Huh? Hebben jullie je hond en je kat? Klaar. Oh. Vond hem wel heel gaaf. Maar ja, zoals papa het altijd zegt, alles voor de kinderen. Dat is zo. Nou, veel plezier in Alpenveren Centrum. Ik vind zo'n Michael Jackson hondje wel leuk. Staat hij, mijn schat? Nee. Jackson, moet je hem niet leuk? Michael Jackson. Nee, een beetje raar toch? Het is een mannenhoedje hoor. Ze hebben het nog meer. Is het geen opa hoedje? Nee, ik vind het wel Michael Jackson. Dat is Michael Jackson. Weet je wat ik graag wil? En dat wil ik echt heel erg graag. Ja. Papa zei net dat ik het niet mag. Papa is echt papa, die bedoel ik. Maar ik wil zo'n leuk vlechtje in mijn haar. Met zo'n touwtje. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dan kan er morgen dan weer uit. Nee, dat blijft erin zitten. Dat blijft een paar weken in zitten. Dat is maar 5 euro. Ja, precies. Ah, papa. Nou, heel even verder. Heel veel winkeltjes nog. Heel even nog wat aan jullie vertellen. Lucilla is net van een trapje gevallen. Dus ze heeft een beetje een bult op haar hoofd gekregen. En gelukkig waren er hele lieve Portugese oma's in de winkel die haar hadden geholpen. Kijk, ze is hier net gevallen. Die oma's hebben jullie gezien. Daarvan hebben ze ook die bandjes gekregen. Omdat ze dus een beetje moesten huilen. Hebben ze een bandje gekregen. Ze hebben ijs opgedaan. Maar goed, we gaan nu wel even naar de apotheek een crampje halen om het bultje weer een beetje te doen laten zakken. Maar gelukkig heeft ze geen pijn meer, hè? Doet het nog pijn? Nee. Nee, hè? Je hebt een lief poesje gekregen en een mooi armbandje gekregen. Een mooi poesje gekregen en Luan een hondje. Daarachter is de apotheek, dus we gaan eerst eventjes naar de apotheek toe om even een crampje te kopen voor Lucilla's bulken. Dus eerst even naar de apotheek toe. Kom papa. En daarna wil ik een vlechtje. Daarna wil ik echt een vlechtje. Ik geen Michael Jackson, die zijn geen vlecht. Ik een vlechtje. Hé, hey, omdat je zo'n mooi jurkje aan hebt. Waait hij een beetje dan? Laat eens even waaien dan. Waait niks. Ook geen vlechtje. Nou maar dat geluid heb je straks overal. In de pharmacy, iedereen kijkt of weer. Zo'n oude hond. Dan mocht je geen honden en katten binnen. Wel die van de bellen. Die mevrouw wil ook zo'n hondje, zie je dat, Leon? Nee, we hebben er al 12. Oh, je hebt er al, kijk, kijk. We zijn hier dus in een echte Portugese farmacia. We hebben voor Lucilla even een crème gehaald. Wat blauwe bult op het hoofdje. Je moet het wegtrekken. Smeer er maar goed in. Je moet niet bang zijn, pus. Lucilla krijgt een goed crème. Oh, lekker cool. Op naar het strand. Waar gaan we heen? Nee, winkeltjes. Nog meer winkeltjes? Ik heb een dingetje maar. Ik zal Michael Jackson hondje. Nou, als je jurkje danst. Nou dansen dan, nou dansen. Ik geen Michael Jackson hondje. Ik geen strikje in mijn haar. Het is ook echt voor kinderen. En ik weet het, ik kreeg gewoon even een jeugdsentiment van dit kraampje hier achter me. Maar goed, ik loop er langs. En ik denk, als Lucilla later wat groter heeft en wat mooie lange haartjes heeft, dan vindt zij het vast ook wel leuk om zo'n dingetje in je haar te krijgen. Maar goed. Papa's always right. I think that it's very nice to be a man, but I'm an adult. I'm no child. So, that's it for me. Yes, that's your right. Thank you, bye. Hij zegt dat je net zo oud bent als dat je denkt dat je bent. Charmeur, gaan we niet heen. She's mine, the girl is mine. Oh, mooi jurkje, hè? Alle mannen kijken naar de jurkje, man. Kijk, die mag ook met die hungry eyes. Elvis, hey Elvis. What is Elvis doing here? Dus
nooit meer zo'n jurkje aan, hè? Vind je juist heerlijk. Of een legging eronder. Nee hoor, kut dan, hoe warm. Vind je jammer dat je hier niet in bikini loopt? Nou, Farah heeft een cadeautje voor haar zusje gevonden. Wat wil je daar? Ja, dat spijt me. Voor je zusje? Nee, een grapje. Die van mijn zusje. Die past niet in de handtas. Nee. Zo'n waterpijp, hè? Schelpenbakjes. Schelpenbakjes, dat is toch leuk? Ik vind tante Iris dat niet leuk. Dat is zo moeilijk, hè? Vinden jullie dat ook? Cadeautjes kopen voor een ander. Voor je zusje? Ja, en helemaal voor mijn zusje. Wat vindt ze nou leuk? Iris, laat eens even weten onder de video. Wat wil je hebben van je grote zus? Ik weet het even niet. Ik wil heel graag wat voor je kopen, maar... Hebben jullie tips? Laat het nou below de video. Nou, schat, wat ga je doen? Ja, ik zie dit. Dat is ook wel grappig, maar ik weet echt niet hoe je het heet. Zo'n ding wat je weggooit en dan komt het even terug. Daar kan je zusje konijnen mee vangen in het veld. Een boemerang. Een boemerang met een hagedisje. Is het een boemerang? Nee. Ja. Een frisbee? Nee. Nee, dat is een boemerang. Ja. Boemerang. Ja, dit lijkt me wel leuk. Kan ze konijntjes bij vangen in het veld? Ja. Met die hagedis vangt hij denk ik verkeerd wind hoor. Er zijn meer een souveniertjes voor aan de muur. Het is wel grappig, in Nederland kun je overal pinnen. Maar hier is het dan toch nog weer in elk boutiqueje vragen ze no pin. ATM is over there. Dus dat is nog wel weer een grappig verschil. Ik ga even naar de ATM om geld te pinnen. Nou, en dat is dan wel weer grappig, kijk. Een nieuw 50-tje. Laat het verjaardagscadeautje wel even inpakken, Luan. It's a birthday present. Voor je auntie. Oh, ik heb rugtasjes. Oké, wat voor wel? 10 kilo handbagage. Ik dacht, we hebben alle winkeltjes gehad. Oh nee. Nieuwe straten, vol met winkeltjes. Echt heel veel winkeltjes hier in Albertina. Dat is wel erg leuk. Ervaren aan de kinderen van houden. En papa gaat mee omdat het... Ja, het moet, maar gewoon omdat het kan. Ik hoef niet te werken, jij bent nu aan het werken, vlog. I'm vlogging hier. Oké, het wordt lekker heet, joh. En het is zo raar, ze hadden vandaag regen voorspeld. We zouden gaan paraselen, dat is verzet naar morgen. Maar nu zie je... Het is heerlijk weer vandaag. Je had gewoon kunnen paraselen vandaag. Maar dat doen we dus morgenochtend. Maar zo zie je maar, vertrouw niet op weer online, want... Nee, gisteren was het regen, maar nu is het een en al zonnetje. Nou, dan komt mijn sterke vrouw aan in haar schone kleed. Mooi jurkje, mama. Heel mooi. Nee, doorlopen, dan film ik eronder. Ik vind het bang dat ik onder het jurkje kan zien. Ik kan niks zien. Let's go through the hole, baby. Oh, de praia. Praia en ijsjes. Nou. Nou, leuzen, hè? Kijk maar in de mis. Waar staan de tosti's? Als je goed naar de zee kijkt, kan je zien dat de aarde rond is. Kijk maar eens naar de zee daar. Helemaal zo. Kijk naar de horizon. En wat heb je besteld dan? Tosti naar kaas. Small beer noemen ze dat. Nou, ik vind hem aardig groot. Dan kun je zeggen, oh briket. Oh briket. Thank you. Is die lekker, Lucilla? Ja? Ja. Luan ook met ketchup erbij, jongen? Net als thuis, hè? Nou, Lucilla, we zijn even verhuisd, hè? Even in het zonnetje. Hier is het toch wat warmer. Ja, ik had het wat... Jij mag thuis, hè? Hier is het toch wat lekkerder. Kijk, en met uitzicht op de... Zo. Lekker, hè? Dit, hè? Lekker. Nou, en dit is nou ons uitzicht. Het schijnt trouwens het mooiste strand te zijn van Europa. Uitgezocht het mooiste strand van Europa. Dat zie je ook wel, want het is heel erg mooi blauw. De zee en het strand. Het zand is ook heel mooi schoon. Paraseling, zie je dat? Daar hangt Twara morgenochtend 10 uur ook. Hoog in de lucht. Echt wel. En dan ga je kijken. Blijf jij met de kinderen in de boot hangen? Ga ik all alone naar de top. Nou, terwijl Daniel even daarboven in het restaurant blijft zitten, ga ik met de kinderen lekker hier op het zand naar het strand toe. Eventjes met de voeten in de zee. Maar ja, de kinderen zijn weer helemaal verkocht aan het zand. Dus ik moest weer een paar pogingen doen om ze mee te krijgen. Mama wil even graag kijken bij de zee. Ga je even mee? Jullie horen de zee al. Het is hier prachtig strand. Super blauw water. Hey, met de voetjes in de zee? Met de voetjes in de zee? Gaat de zee jou pakken? Ah! Zie eens maar water. Nee, doe. Kom, doe. De voetjes? Nee, mama tilt jou. Nee. Dag zee. Nee. Lucilla, zee een beetje heen. Wil je een beetje spannen? Mag mama kusje dan?
puppy. Op mijn kruis. Lekker hè? Zand aan de voetjes. Het is eigenlijk precies goed weer. Het is helemaal niet te heet. Het is ook niet te koud. Nee. We zijn hier op het mooiste strand. Ja, gewoon in je string. Ja. Ze liggen hier al met die bikini strings. Zachte grote schelpen. Dit is nog maar een kleine vergeleken wat hier allemaal ligt. Wauw, Luan. Hele mooie schelpen. Maar ja, mooie vondst. 10 kilo hebben we dan gehad. Ja. Duimpje ze mogen verlauwen. Deze Nederland. Hoe lang kijk je de vlogjes al, Laura? Nu al volgens mij echt al heel lang. Ik weet niet hoe lang, maar... Echt waar? Heel lang. Wat leuk. Nou, leuk jou hier te meeten en greeten. Niet op de YouTube Gathering, maar op Albevera Beach. Ja. Nou, fijne vakantie nog, hè? Ja, jullie ook. En ja, veel plezier met mama en oma. Farah die zat te twijfelen voor parasailing. Hé, maar Laura, jij hebt ook parasailing gedaan? Ja. En het is echt niet eng. Nee? Oké, okay, en morgen is de vlog, dus ze belooft aan jullie bij deze dat ze met me mee de lucht in gaat. Ja. Ik zie het morgen wel. Echt, alles, echt. Heel ja, mooi. Ja. Doei, lieve Millie. Doei. Nou, we zitten weer in de taxi. Terug naar onze appartementos. Ja. Oké, let's go. To the appartementos. Nou, we zijn weer thuis. Lucilla slaapt. Zeg, we zijn weer thuis. Vindt het hondje en het poesje hier mooi thuis? Ja, ik heb een hond. Bekje gemaakt. Gaan we maar lekker spelen? Ja, en we eten even een lekker ijsje thuis in ons appartement. Wat is het hier toch? Mooi. En we gaan nu weg met Carla. Een overvakantievriend van papa. Eigenlijk gaan we eerst op visite. Op visite. En onze oude vakantiehuis laten. Dus waar zijn we mee? Hier is Carla. Nou, zitten jullie daar eventjes? Jeep. Johan zegt wat een schattig autootje. Ja, deze auto, Luan, die ken ik nog van vroeger. Bring us back and then bring us on the fortune. Nou, door dit hek gingen we dan naar beneden. Spelen in het zwembad. Hier ging papa altijd zwemmen. Met tante Mirjam en Sonja en Carla en opa en oma. En nu komen we bijna bij het oude huis. Waar wij dus vroeger vakantie vierden. En dat was in 1990, 91 en 92. Ons oude vakantiehuis. Oh, het is helemaal volgroeid. Nou, Luan blijft hier even lekker slapen. Hier staat al op het open haard. En hier maakt al het vuurtje. Met opa en oma, kun je het goed zien? Nou, ik zeg oude vakantieboerderij. Het was leuk. Dat is my old friend, 26 years later. Nou, hier ben ik dan, with my old friends Carla en João. Hello my friends, everything hello. Good? Hello. Say hello to the familia. Hello familia, Belinga. Nou, lekkere koekjes van de mama van Carla en João. Maar je maakt het niet. Zeg maar papa. Zo, hier we are in de house of Carla. Oh Luan, daar is Pluto. Ga maar. Daar is Pluto, Luan. Oh, Pluto. Oh, lekker zeg. Cheers to the reunion. Bye bye, friends. Thank you. We say thumbs up and subscribe. See you tomorrow. Nou, het is al hartstikke laat. We zijn terug van de reunie van Daniel. Met dus oude bekenden waarmee Daniel vroeger als kind zijn op vakantie had gespeeld. Het was heel erg leuk en gezellig om bij echt Portugese mensen aan tafel te mogen zitten. Wij gaan lekker in bad en in bed. De kids slapen al. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Tot morgen. Morgen parasailen en piratenboot. Kijken.